blijven daar. Wij gaan naar de Veluwe. Daar worden de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad met grote ongerustheid gevolgd. Het vliegveld zou in de toekomst duizenden vluchten naar de zon moeten gaan afhandelen. En dat betekent veel extra geluidsoverlast. Door de crisis zijn de uitbreidingsplannen tijdelijk opgeschort. Maar volgens de ongeruste Veluwnaren is dat maar tijdelijk. Hier hebben we de kaart. Hier kunnen we goed zien waar het over gaat. Dit is vliegveld Lelystad. En de banen die we dus, die blijkbaar nu gekozen zijn, is de baan zo over de Veluwe richting oosten en richting zuiden zo over de Veluwe. Bedrijfsjurist Hans Jansen is kort geleden behoorlijk in de stress geschoten. Dit had hij zich niet voorgesteld toen hij hier een paar jaar geleden kwam wonen. En daar gaat het straks gebeuren, daarboven. Nu is het nog stil in de lucht, maar dit zou het wel eens kunnen gaan worden. Want 20 kilometer naar het noorden in de provincie Flevoland loert een gevaar wat de rust van de hele Veluwe, het recreatiegebied van Nederland, wreed zou kunnen verstoren. De overheid heeft een tweede bestemming voor vliegveld Lelystad. Als het op Schiphol te druk wordt, krijgt Lelystad de rechten om 35.000 vliegtuigbewegingen te gaan afhandelen. De vakantievluchten naar het zonnige zuiden. Wie daar alles over weet is Ad Rutten, operationeel directeur van de Schipholgroep, die ook over vliegveld Lelystad gaat. We houden er wel rekening mee dat de uiteindelijke groei van Lelystad met die 35.000 vliegtuigbewegingen van Europees verkeer, dat die later zal gaan plaatsvinden dan we aanvankelijk hebben beoogd. Maar niemand, ik althans zeker niet, ik kan niet exact de timing geven waarbinnen dat zal gaan gebeuren. Schiphol heeft zelf te maken met een flinke terugloop van het aantal passagiers en dus vluchten. De uitbreiding van Lelystad is inmiddels niet meer actueel. De vraag is of van uitstel dan ook niet afstel komt. Dat denk ik niet, want in de luchtvaartnota daar is heel nadrukkelijk beschreven dat Lelystad en Eindhoven die rol hebben om dat verkeer op te vangen. En ik weet zeker dat onze huidige minister ook die besluitvorming wil doorzetten om niet weer een nieuwe periode van onzekerheid in te gaan en al die politieke besluitvorming weer opnieuw voor jaren open te moeten houden. Wij zouden allen, denk ik, ook de bewoners van Lelystad, ook de mensen die onder de vliegpaden wonen, zouden enorm bij gebaat zijn om dat stuk duidelijkheid te krijgen. Het gevaar dat dit soort herrie in Flevoland zal ontstaan is dus nog steeds aanwezig. Maar voorlopig alleen op papier. Want de plannen gaan dus niet in de vuilnisbak. Belangenbehartiger op provinciaal niveau is Kover Daas. Op weg naar de minister maakt hij tijd om te vertellen wat dat voor de rust op de Veluwe gaat betekenen. Ik heb zelf het gevoel dat de urgentie er behoorlijk af is door de recessie. Ik denk dat Schiphol blij is als ze kunnen houden wat ze nu hebben. Ik denk dat een aantal mensen zich zorgen maakt. Dat snap ik ook. Maar kijk, er kunnen overal altijd initiatieven ontplooid worden in dit land. Ik bedoel, daar leven we van, met z'n allen. Dus ja, dat is gewoon een gegeven in de samenleving. Je probeert te kijken naar hoe beperk ik de overlast zoveel mogelijk. Maar er zijn ook mensen die hun baan verliezen en hopen dat er weer werkgelegenheid komt. Ja, daar hebben we de politiek voor uitgevonden om daar keuzes in te maken. Dus ik kan niet zeggen of beloven, ga ik ook niet doen, van u zult er nooit iets van merken. Er komt ook een route van de kleinere luchtvaart die hier over het Nuldernauw gaat en ervoor zorgt dat daar 60.000 vliegtuigen deze richting op komen. Dat zijn kleine vliegtuigjes die vaak laag vliegen en er wordt bijna altijd gevlogen met mooi weer. Dus precies op die mooie dagen dat iedereen buiten zit, wordt er daar gevlogen en wordt er daar herrie gemaakt. Hallo, hier staan de tenten en we hebben een 100 plaatsen zo'n beetje toeristisch. Hallo. En jullie zien, we hebben geen paden, het is allemaal gras om zo natuurlijk mogelijk te houden. Douchen gaat hier nog op muntjes, ik weet niet of je nog wat douchemuntjes mee wilt. Ja, doe maar even twee.
Dian en Danielle runnen een natuurcamping. Ze zijn bang dat ze hun met zoveel inzet en zorg opgebouwde gastenbestand kwijtraken. Hoeveel lawaai en dergelijke dat met zich meebrengt, dat hebben wij nog geen idee van. Alleen ja. Dat het meer lawaai gaat brengen, dat is wel duidelijk dan natuurlijk. Ja. En daar zijn we wel bang voor. Juist omdat je publiek hier komt voor de rust en de natuur. En alleen al van, nou, we hopen dat we wat wild tegenkomen. Wilde zwijnen, hertjes, hartstikke leuk. Ja, blijven die hier dan nog wel? Geen idee. En we proberen juist met z'n allen op de Veluwe weer op één te krijgen om qua recreatie voor toerisme. Ja. Dan denk ik, ja, als dit gaat gebeuren, dan weet ik niet of dat nog wel gaat lukken, zeg maar. We zien steeds meer gezinnen die hier een staakerven kopen bij ons. Omdat de kinderen hier nog vrij rond kunnen lopen en fietsen en rennen. En het is hier ze weten dat de kinderen hier relatief heel veilig zijn. Dus we merken er steeds meer vraag naar dat ook gezinnen hier naartoe gaan komen. Want er komen daar, wat ik begreep had, hoofdzakelijk de prijsvechters. Dus dat zijn de charters naar de zongebieden. Dus we gaan hier dus vlakbij de Veluwe, wat een heel mooi stukje natuur is en waar veel mensen recreëren. Gaan we dus de mensen voor relatief weinig geld naar het buitenland toe vliegen. Daar gaan ze hun euro's besteden. En vervolgens vliegen ze ook nog over de Veluwe heen. Dus ik vind het is eigenlijk een stukje concurrentie voor ons. En wij hebben daar dus ook nog last van ze. Dus dat is ja, dat kan er bij mij niet in. Maar. En hier pal boven is dus die route gepland, zoals dat kaartje. Ook Bouw Breedijk, geboren en getogen Veluwnaar, vecht voor het behoud van die stille heide. Iedereen weet dat de Veluwe een economische pijler is, het toerisme. Dus natuurlijk is dat een slechte zaak en zal dat geld gaan kosten. Ik denk dat in zekere zin, zelfs de plannen nu liggen, de Veluwe opgericht gaan worden aan goedkope vakanties naar Ibiza. Maar ik blijf zeggen, het is geen gelopen race. Ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Ik wil er niet aan. Voorlopig kunnen de toeristen op zoek naar rust en schoonheid en naar alles wat de watersport te bieden heeft weer even ontspannen. Maar waakzaamheid blijft geboden. Want op 1 oktober liggen de plannen voorlopig vast. En daarna kan Vliegveld Lelystad zonder al te veel inspraak tot uitbreiding overgaan. De formele procedure kan inhouden dat je wel doorgaat met de planvorming. Alleen daar zit ook wel een limiet aan. Je kunt niet plannen maken zonder ook zicht op uitvoering. Daar ziet de rechter ook op toe. Maar ja, daar zit ook gewoon een marge in. Je kunt zeggen, ik maak het plan en ik wacht nog een paar jaar met de uitvoering. Maar het is niet zo dat je een plan kan maken en 10, 20 jaar niks doet en dan in één keer je plan uitvoert. Zo werkt het niet. Vertrouwd geluid? Ja, mooi geluid. Het is niet het enige klok die speelt, maar het is toch wel mooi. Het is het carillon van het gemeentehuis, hè? Wat we nou horen. Van uw eigen gemeentehuis? Ja. Misschien dat burgemeester Omta, als woordvoerder van alle gemeentes van de Noordwest-Veluwe, nog iets kan betekenen voor de rust in het gebied. Nou, dat zal niet makkelijk zijn. Maar omdat vaak dit soort dingen al een bepaalde gang hebben gekend. Alleen als dat tot grote gevolgen zou leiden. Dat wij daar dan niet mee akkoord zouden gaan. Ja, nee, maar ik bedoel, dat wij daar dan niet mee akkoord zouden gaan, dat mogelijk duidelijk zijn. Plannen voor uitbreiding van vliegvelden stuiten overal in Nederland op hevig verzet. De bevolking kiest in toenemende mate voor welzijn boven werkgelegenheid. Rust en stilte blijken zo langzamerhand het meest kostbare dat politici de burgers kunnen bieden. En wij gaan verder met criminele Marokkaanse jongeren. Die zouden veel harder moeten worden aangepakt.